We zijn de sluis weer uit. Nou, dat hebben we ook weer overleefd. Dan liggen wij aan de overkant. Het is vrijdag vandaag. Wakker geworden in Oostmahorn. En we gaan straks vertrekken. We gaan weer verder. We hebben gisteravond besloten om toch maar gewoon dezelfde weg terug te gaan. Dan vermijd je dus dat je op een gegeven moment op dat hele drukke Starkenborgkanaal terecht komt. Waar ook niks aan is te varen, denk ik. En we hebben onderweg, toen we die lange rit maakten, eigenlijk zoveel leuke plekjes gezien, dat we dachten, daar kunnen we ook nog wel liggen. Dus dat we gewoon langzaamaan afzakken, weer terug. En dan ergens op zo'n plek weer overnachten. We hebben nu weer alles volgeladen met stroom, we hebben gedoucht. Kijk eens jongens, het is het uitzicht over het Lauwersmeer. Prachtig gebied. Het heeft vanmorgen behoorlijk geregend. En het is nu weer droog. En als we straks die sluis door moeten, dan willen we ook eigenlijk wel dat het droog is. Is ze? Nee. Mijn brood. Chocopasta. I was walking down the street. And you were there staring at me. Standing there as if we should meet. Zo, wij zitten weer op Lauwersmeer en mijn mond leeg eten. We zijn snel verschrokken. Ik had dronk uitgelaten, nog niet gegeten, alleen koffie. We kunnen snel vertrekken. We gaan nou weer richting die sluis. Zit een ondiepte. Er zitten heel veel ondieptes in het Lauwersmeer en we snappen niks van die vaargul. Heel, heel vreemd aangegeven met grote tonnen, kleine tonnen, dwars door elkaar heen. Als je ernaast zit, is het een keer 60 centimeter diep, dan zit je vast. En kijk, zie je, hier varen wij en dat lichtblauwe, dat zijn ondieptes. Dus we zitten precies tussen die vaargultonnen in, maar er zijn heel veel tonnen. Beetje lastig. Maar we hebben het nou in het zonnetje ontmoet. We zijn de sluis weer uit. Nou, dat hebben we ook weer overleefd. Het ging lekker soepel. Beter als de heenreis. Goed overleg met de mensen die er ook liggen. Wie eerst eruit gaat en dan komt het helemaal goed. Zo, goedemiddag. Ja, we zijn op een plekje aangekomen. We liggen weer aan de Marktplaats. Hier liggen ook andere boten, dus dat geeft ons wel een beetje een veilig idee. Maar wel lekker rustig. Hiervoor ligt een boot, daar liggen meerdere boten. Er is een meisje aan het spelen. En hierachter is een enorme bramenstruik. Chris heeft de stoeltjes al geïnstalleerd. In de schaduw. Ik wil misschien wel in de zon zitten. Maar... ja. Daar verderop. Als je het kan zien, loopt een fietspad. En dit is volgens mij Zwaagwestein of Westerijn. Westerijn waar we in de buurt zitten. Dus... ja, heerlijk in de natuur. Natuur, lekker in de natuur. En dan gaan we eens even lekker plat. En even helemaal niks meer, want we hebben slecht geslapen vannacht.
Niet jovel ging het. Chris ligt niet echt lekker. Bij mij valt het wel mee. Maar mijn kussen is niet lekker. En als ik goed moe ben, dan slaap ik wel. Maar ja, omdat Chris ook ligt te woelen, word ik ook weer wakker. Dus het was een beetje een baggernacht. En we zeiden, we gaan niet al te ver varen. Nou, we zijn mooi iets voor rond 10 uur vertrokken. Het is nu 1:15, dus lang genoeg. Ik zie de roofvogeltjes hier alweer vliegen. Heerlijk. Koffie aan het zetten. En volgens mij doet mijn pitje weer niks. Oh ja, het begint te koken. Nou, koffie op schenken en dan lekker onderuit. Dus ik ga even diesel bijtanken. Hey Romke. Hi Romke. Zo, het is 6 uur. We zitten hier echt de hele middag al lekker in het zonnetje. Parasolletje erbij voor Romke. Bankje erbij voor als we eventjes een tafeltje nodig hebben. Echt heerlijk. De eendjes hier aan de boot. Dag jongens. Prachtige witte eend en een bruine. Twee vriendjes van elkaar. Twee vriendinnetjes. Het zijn vrouwtjes allebei. Misschien wel moeder en dochter, ik weet het niet. Het zijn twee vrouwtjes. Ik ga eventjes aardappeltjes schillen. Ik heb gehaktballen in blik. Er zit al jus bij. En een blik dopertjes. Hoe simpel kan het wezen? Maar ja, als je twee pitjes hebt, dan moet het wel. En gisteren natuurlijk heerlijk gegeten in het restaurant in Oostmahorn. Dat was zo verrukkelijk. Maar het enige wat ik nu even moet doen, wat werk wat ik eraan heb, is wat aardappeltjes schillen. En voor de rest is het opwarmen. Dus niet al te moeilijk hier aan boord. Jongens, wat is dit lekker. Vanmorgen alleen een beetje regen gehad. Voor de rest heerlijk warm. Of heerlijk warm, 21 graden, het hoeft voor mij niet warm. Ik zit lekker in het hemdje. Ik zit lekker, we zaten lekker op de wal. Lekker windje erbij. Nou, dames, niet zo'n ruzie maken. Goed. Wel lief zijn voor elkaar, hè? Hey, jij daar. Jij moet die met rust laten. Niet pikken. Ik zag het wel. Deze was lekker de veertjes aan het poetsen. En begon die ineens te pikken. Een mooi eentje dit. Een mooi wit katrienduckje is dit. Ja. Ik ben lekker aan het lopen met Romke. We hebben gegeten. En ik loop nu aan de overkant. Ik ben daar het brugje over gegaan. En ik loop nu aan de overkant. En we zitten in een prachtig mooi natuurgebied. Met een park. Fietspaden. Een klein vijvertje was er geloof ik. En hierachter zijn koeien. Kijk, hierachter liggen wij. Ik zal straks even filmen als we er zijn. Heel leuk gebied. Hier loopt een fietspad. Kijk, hier achter mij gaat het terug naar het pad aan de overkant waar de boot ligt. En ik zag iedere keer al fietsers hier komen. Die zag ik ook weer afslaan. En ik denk, waar gaat dit heen? Ik zal straks even op de kaart kijken. Maar dit is ergens bij Westergeest en Driesem in de buurt. En er wordt veel gebruik van gemaakt. En ik zie heel veel mensen van die wielrenners en ook... mensen gewoon lekker een stukje fietsen. Misschien ook wel
van een camping hier in de buurt. Mensen aan het fietsen zijn. Maar het is een mooi gebied. Of ik zal niet te ver, want Romke kan denk ik niet zo ver meer. Maar ja, mooi stuk hier. Het is hier echt prachtig. Hier een heel grasveldje. Hier achter ligt de boot. En Romke wil terug. En die heeft baasje al gezien. Je loopt hier naar beneden. Naar waar de boten liggen. Daar was de overkant. Met die koeien waar ik net liep. Het is hier echt prachtig.